Ja, het was een van de zwaarste koersen dat ik in mijn leven heb gereden, ja, inderdaad. Is dat parcours zwaar genoeg, maar hoe dat de Belgen reden hebben, vooral Remco Evenepoel, het was echt een afvallingskoers, hè? Ja, de deur stond rekwijd open achteraan. Enorm snel begint de koers, de Fransen hebben enorm snel de koers willen openbreken. Wij hebben veel gepareerd, dat kost natuurlijk heel veel energie. Maar op het laatste, ja, 17 man weg en 3 man erbij, is op zich wel heel goed. Ja, en dan heb ik de koers niet meer echt te zien, maar het is toch sowieso jammer dat we naast de medaille grijpen. Naast die medaille, maar ik denk dat er vandaag, ja, de man hier de wereldtitel pakt, Julien Alaphilippe, daar was echt niks aan te doen. Dan verdien je natuurlijk de titel als er niets aan te doen is. Dat is misschien het enige lichtpuntje dat de ploeg nood is, maar ik ga toch heel graag een Belgische winnen.